Begin maar. Nou, het is een lekkerder interview dan voor de wedstrijd met ESPN, dit interview denk ik, of niet? Ja, hij zei onder de wedstrijd wordt het droog. Ik zeg, ja, daar heb ik op dit moment weinig aan. Hè. Dat was een klein buitje, maar onder de wedstrijd was het prima. Ja, maar qua wedstrijd, redelijk niks aan de hand wedstrijd denk ik voor jullie. Nee, ik denk dat we het heel volwassen hebben gedaan. Ik denk dat we eigenlijk de hele wedstrijd controle hebben gehad. Zij verdedigden natuurlijk laag, dus het was lastig om een gaatje te vinden. Er was wat minder ruimte dan de voorgaande wedstrijden. Ik denk wel dat we constant dreiging hadden. Hadden we balverlies, waren we volgens mij met 5-6 seconden hadden we hem weer. Daar zaten we bovenop. En we zeiden ook in de rust, als we dit tempo volhouden en vasthouden, ja, dan komt de ruimte wel vanzelf. En dat bleek ook na rust. We kregen al 2-3 groeikansen voor de goal. En toen de goal gemaakt was, had ik wel vertrouwen van, nou is die binnen. Jange, gefeliciteerd met de 2-0 winning. Weer gescoord, geselecteerd voor Curaçao. Ik denk een topweek voor je. Ja, dankjewel. Ik denk zeker een topweek. We hebben een goede reeks met het team. En persoonlijk gaat het ook lekker. Pik mijn doelpuntjes mee. En ik ben ook geselecteerd voor het nationaal team. Dus al met al een mooie week voor mij persoonlijk. Krappen jullie zelf ook wel een beetje achter de oren? Zo van, hè, zoals we nu spelen, hè, in deze wedstrijd winnen we nu gewoon tegen lager geplaatste ploegen. Krappen jullie achter de oren van, hoe hebben we in hemelsnaam gewoon kunnen verliezen van Top Os en gelijk kunnen spelen tegen Den Bosch? Ja, soms denk je dat er wel aan. Je hebt het natuurlijk gewoon in je achterhoofd van, jongen, als je die 2 of 3 wedstrijden punt had binnengesleept, dan stond je echt bij de top. Ja. En nu ben je subtop beetje. Maar ja, we hebben een goede reeks nu en ik hoop dat we met een goed gevoel de play-offs ingaan. En daar alles eruit halen wat te halen valt. Ja, want zeker ook sinds jullie naar die 5-3-2 zijn gegaan. Ik heb het idee dat eigenlijk iedereen op het veld zich lekkerder voelt dan daarvoor. Zeg. Iedereen voelt zich op zijn plek in het systeem. Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat er nog ruimte is voor verbetering. Hè. En, maar je ziet gewoon dat het aan vertrouwen heeft gewonnen. En dat we weten wat we aan doen zijn. Dat we weten waar onze kracht ligt in dit systeem. En nu krijgen we een ploeg die wat lager verdedigt. Dus dat is dan weer even wat anders een keer. En daar gaan we ook weer aan werken om dat te verbeteren. Maar ja, ik ben wel tevreden over onze ontwikkeling. Sorry. Ja, en het is ook lekker dat je spits gewoon 2 keer op rij scoort, denk ik. Of niet? Ja, met name voor hem. Ik heb hier al een eerder interview gezegd van dat ik vind dat de arbeid die jij levert, het team heel veel oplevert. Ja. En hij is soms ongelukkig in het afronden. Ja. En nu is het voor hem heel mooi dat hij 2 keer achter elkaar scoort. En ja, dat zal hem meer vertrouwen geven. En ook dat is voor de toekomst op zich Ja, maar ik vind hem ook probleem. In de duels, vind ik hem dominanter dan zeg maar voor de winterstop. Ja, agressiever. Hij is agressiever en hij gebruikt zijn lichaam beter. Hij heeft natuurlijk ook iets meer ondersteuning, omdat er iemand korter bij hem speelt op dit moment. Hè, waar ook wel een soort bliksemafleider zou ik maar zeggen. Maar hij doet het zelf, vult het goed in en ja, dat is mooi. Ja, maar die play-off is wel gek, hè? Gewoon 3 wedstrijden in 7 dagen tijd. Geloot, dus ja, je kunt heel erg treffen of 3 keer uit moeten tegen moeilijke tegenstanders of 3 keer thuis, zeg maar. Het is wel een beetje een loterij. Precies, het is een beetje een loterij. Je moet echt geluk hebben met de loting en vorm van de dag. En daarom in dit systeem proberen we elke dag steeds beter erin te worden. Om ons in de play-off, zeg maar, scherp en wel in de wedstrijden in te gaan. Maar de vorm is wel echt groeiende bij jullie. Hè? Dus je voelt echt meer vertrouwen in het team volgens mij. Ja, klopt. Als je ziet hoe de jongens voetballen, zie je dat iedereen durft te voetballen. We maken ruimte voor elkaar, we voelen elkaar aan. We creëren hoop kansen. Dus als we dit meenemen naar de aankomende wedstrijden, kunnen we een hele mooie reeks neerleggen met het team. Ja.